Hallo, ik ben Demesterr en welkom terug bij Bioshock. Ik wilde even zeggen Bioshock Infinite, maar dat is het niet. Dat woont terug bij Bioshock Remastered. En de vorige keer, nou, een paar keer geschrokken. En nu hebben we hier een kluis. Die gaan we lekker auto hacken. Denk ik, ja. Wat zit er in deze kluis? First aid, heave, hypo en $60. Hopla. En we hebben shotgun gevonden de vorige keer, dat is ook prettig. Oh, kijk nou. Telekinesis. Nieuw plasmid. Oh, dat gaat snel met de plasmids. Pick up big stuff with your minds. Throw them at your enemies. What else do you need to know? Dan gaan we een beetje de Jean Grey uithangen. Oh, ik mag maar 2 plasmids meenemen. Nou, ja. Ik mag maar 2 plasmids meenemen, dus ik moet kiezen welke ga ik weg doen. De elektriciteit of het vuur. Ja, het vuur dan maar weg. Throw objects at foes. You can even catch grenades and throw them back. Oké. Telekinesis. Ik kan dat hier uittesten, zeker. Nee, nu heb ik de beker. Opnieuw. Oh, ik heb een dingetje. Clinical trial lot 23, Dr. Suchong, client Fontaine Futuristics. Work on telekinesis plasmid proceeding well. Lifting objects at distance presents no problem. Moving objects through space, no problem. Cannot stop speeding bullet, but can catch and throw faster moving object. Problem not with plasmid, problem with reaction time. Suchong just get an idea for plasmid. Zo, die mevrouw is doodgemaakt door een tennisracket. Ja, ik dacht waarom niet, ik gooi even een tennisracket naar de bars. En ze is nog dood. Oh, ik drink iets te veel whisky. Oh jee, oh jee. Maar we hebben dus nu een nieuwe plasmid. Telekinesis. Is leuk. Beetje de Jean Grey uithangen. Deze deur zit allemaal op slot. En hier liggen mensen dood. Oh, wat nou? Wat nu? Wat gebeurt er? Oh, een turret. Daarom liggen die mensen hier waarschijnlijk ook. Ja, mensen, splicers. Ga je ook ergens. Auw, joh, doe zeer. Doe die deur open. Ik heb een office key nodig. Ja, hé. Hey. Kijk, en daarom heb ik Electro Bolt gehouden, zodat ik misschien nog die turrets en zo kan uitschakelen. Even voor een tijdje. Kiekeboe. Jij wordt van mij. Hekken. Even kijken hoor. Een buisje. Dan dit buisje. Dan heb ik buisjes die recht omhoog gaan nodig. Yep. En dan krijg ik er lekker 2 van. Dat is hartstikke mooi. Nog wat hier naar bovenaan. Blitz. Ja. Hier weer eentje. Oké, nou prettig. Ja, we hebben het nodig die normaal gaan. Prima. Kijk. Kijk wat hier al staat. Nou, niks bijzonders. Hopla, dat was hem. En deze turret is van ons. Wat een plezant iets. Goed. Ik ben dus. Oh, nee. Ja, nu horen we iemand lopen. Hey, die mevrouw die zat daar net nog niet. Die mevrouw die lag daar net nog niet op. Pak aan. We hebben nooit, hè, straks is die weer levend. Dat willen we ook niet hebben. Een tafeltje, een beetje spul. Oh, weer ook. Goed. Een diary van Suchong. Beertje. Speedy hacker. Nou, wat meenemen. Hallo kerel. Nou, ik wist dat dus al best wel eens. Als jullie schokken. Wel, dat was een jumpscare. Dat die vent ineens achter me stond. Nou, ik kan dan niet schrikken, want ik wist al dat hij daar ging staan. Dus, sorry dat ik niks zei. Maar zo ben ik, hè. Hey, schat. Goed. Sorry, even een minder pretje. Chips, kijk dan. Waar ook van. Televisie. Uit de deur. Open doen. Goed. Laten we eens... Laten we eens naartoe gaan waar we naartoe moeten. Wat ligt hier? Nou niks, ik dacht dat ik iets zag glimmen. Hallo kerel. Shotgun in your face. Nou wordt weer een granaat. Hoppla. Bij Bioshock Infinite daar kwamen de enemies altijd weer terug, maar af en toe dan loopt hier nog gewoon eentje rond. Nou ja, leuk. Die kan je de pleurs schrikken natuurlijk nog een keer. Zo hoor, die Big Daddy is even... kreunen. Kijk nou, orca. Time again already. Thank you, Mr. B. Hurry, Mr. B. Angels are waiting. This one's ready to burst, Mr. B. Huh. Why do we have two eyes? Is there some law that says we must? Two arms, two legs, two ears, two breasts. Godverdorie. Could be a little more hygienic. Nou, als zo'n vent het daar al over hebt en je weet dat het een gestoorde dokter is en die zegt waarom heeft een mens twee ogen? Is het een soort wet? Twee benen, twee armen. Nou, als zo'n vent erover praat en die denkt van hé, dat kan niet veranderen, nou dan word je het ook gelijk. En volgens mij is dat Steinman die zo praat. Ja, dat is Steinman. Dat is Steinman. Oh god. Wacht eens. Ja, maar dat heb ik. Steinman, gooi eens even een bommetje. Dan gooi ik die terug naar je met telekinesis. Hoppa. Vond je dat leuk? Nee, dat vond je niet leuk. Nog een keer. Pas. Ga het nog een keer doen, Steinman. Hij roept om zijn scalpel. Mag niet, Steinman. Op. Oeh. Tenminste, ik weet niet of Steinman is, maar goed. Tenminste, dit zijn, die hebben een witte lap aan. Steinman heeft een rode aan. Een rode doktersjas. Oh wacht, nu zie ik wat ik moet doen. Dat dus. En nu mag hij dood. Maar dat kan ook gewoon zo. Op deze manier. Nou, maar zo is het veel leuker. Kom maar. Zo. Nou, dan kunnen we er door, hè. Een feest. No. Nou, daar heeft hij lekker aan geplastisch gesurgeerd. I had lunch with the goddess Steinman, she said. I'm here to free you from the tyranny of the commonplace. I'm here to show you a new kind of beauty. I asked her, what do you mean, goddess? Symmetry, dear Steinman. It's time we did something about symmetry. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee. Maar even hoor. Niks daarvan. Robotje. Oh jee. Ja, hij is even weg hier. Geen helemaal meer. Shotgun. Zo. Auw. Hup. Zo. Oei joh, nee joh, nee joh. Zo. Hopelijk ziet hij me niet. Nee, hij ziet me niet. Het is op mijn camera. Stupid camera. Zo, voor jou eens even hacken. Is het makkelijk? Staat het makkelijk is. Dan neem ik dat ook aanval wel. Als ze dat ook echt menen. Ik hou niet zo van dat hacken. Vind ik zo leuk. Nee. Houdt er niet van. Ja. Hé, dat zal wel moeten. Ik ga niet altijd mijn geld eraan uitgeven om zo'n ding automatisch te hacken. Sowieso daar. En er daarheen. Niemand daar. En dan hebben we nog een rechter nodig. En die is daar. Hoplakee. Klaar. Nou, wat hebben we hier? Een beetje ammo. En een lek. Natuurlijk. Overal die hier lijken. Een Rapture. Oh, deze is moeilijk. Die ga ik auto hacken. Zo. Zit erin. $28, 3 armor piercing pistol rounds en 2 first aids. Kijk dan. Krabbetjes. Zeeegeltje. Visjes. Nog eens even goed kijken wat we hier allemaal hebben. Ja joh, een zaag onder het bloed op een operatiestoeltje. Nee, daar word je blij van. Oh, een berichtje van Steinman. Aphrodite is walking the halls, shimmering like a scalpel. Steinman, she calls. Steinman, I have what you're looking for. Just open your eyes, and when I see her, she cuts me into 1,000 beautiful pieces. Ja, ja. Nou, als Steinman heeft het over een god. En hij zei net de naam van de god en dat is Aphrodite. Aphrodite, dikke... Nou, dat dus. Dat werd wel eens gezegd. Goed. Hij wel. Ja, goed. Oh jee. Kijk wie daar staat. Met patiënten. Wie is daar lekker aan het opereren dan? Is dat Steinman? Ja, dat is hem. Nou, daar is hij. She won't stay still! I want to make them beautiful, but they always turn out wrong! That one's too fat! This one's too tall! This one's too symmetrical! And now... What's this goddess? An intruder! He's ugly! 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 Okay. Hij wil ons mooi maken, Steinman. Maar dat wil hij wel met een geweer doen. Ik ben een gek vibe hoor. Die gaan we eens even doodmaken, Steinman. Pak aan jij. Kill. Met je scalpel, hè? Ja, ja. Hè? Zo. Hup, wegwezen. Ja, dat doet zeer, hè? Ik ben een gekke dokter. Hopla. Ja, dat doet zeer. Dat weet ik. Dat is ook de bedoeling. Maar goed, tegen men... Deze man zat gewoon iemand te opereren, terwijl die gewoon nog bij bewustzijn was, hè? Ja, dan ben je ook lekker, dokter. Hij is natuurlijk net te gek. Goed, maar nu is hij dood. De vierde dokter Steinman. Nou. Hij heeft een emergency access key. Hij heeft wat speciale machine gun rounds. I'm working my way to the backside of Port Neptune myself. We'll get there soon enough. Een diary van Steinman. For O'Silk and down. The nose looks terrific, Dr. Steinman. Doctor? You know, looking at it now, I didn't realize how much your face sags. Scalpel? Excuse me? Scalpel. Doctor, she's not booked for a facelift. Let's just come in here and... Doctor, stop cutting. Doctor, stop cutting. Get me the chief of surgery. Get me the chief of surgery now! Oké, daar werd in dat tapeje werd Dr. Steinman net een gek. Daar werd hij zoals hij nu was. Hij was iemand aan het opereren met zijn assistenten. Nou, toen was hij gewoon nog normaal. En toen zei die assistenten zo van, hé, nou eigenlijk ziet haar neus er ook niet uit. Maar ja, wat doe je eraan, zei ze. Toen zei Steinman, ja, ik kijk er niet naar. Weet je, geef me maar eens even mijn scalpel. Nou, dan zegt die vrouw, maar ze heeft helemaal niet betaald voor een facelift. Nou, toen begon Steinman te fluiten en ging die assistent in paniek raken. Nou, dan weet je wel wat Steinman aan het doen was. Die dacht, zo, ik ga eens even lekker snijden. Ja. En zo gaat het hier in Rapture. Hè? Daar doe je echt niks aan hoor. Nou, dat was het net geweest, toch? Ja. Nou ja. Wat een gekke vent, die Dr. Steinman. Nou, er is nu ook een punt achter zitten trouwens. Goed, beste mensen. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer. Op Stepmans aan met mij mensen. En dus Stepmans als je me niet geabonneerd was. En zie ik jullie doorgaan de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag hoor.